Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar de voetbalpitch. Ik ga het niet opnieuw doen, want we hebben het al 3 keer opnieuw gedaan. Leuk dat jullie kijken, we zijn vandaag met een kleiner clubje. We hebben zelfs een gast aan tafel. We komen zo bij jou. Ja, geef hem. Oh, ja, applaus. Wow, Aaron, jij bent op vakantie geweest. Waar ben je geweest, jongen? Preston Palace. Preston Palace. En wat is een Preston Palace? Leg even uit aan de kijkers. Kermis, een zwembad, je kan alles eten wat je wil. All you can eat. Ja. Ik weet het. En heb je ook veel gegeten? Ja, tuurlijk. En zoals? In ieder geval niet gezond. In ieder geval niet gezond. Nou, dat is wel jammer dan. Ja, ben jij nog op vakantie geweest, Daan? Nou, nee. Nee, nou, dat was kort. Preston Palace is ook nog een golfbaan en een bowlingbaan. Golfbaan? Oh, het is midden golf. Ja, dat bedoel ik. Belangrijk detail. Belangrijk detail. Ben je er wel eens geweest dan ook? Ja. Oh, en wat eet jij dan? Wat is er om te eten? Want daar gaat het toch meestal om, daar bij Preston Palace? Veel. Er is veel te eten, laat ik het daarop houden. Goed, hey, goed dat we meteen bij jou zijn. Heb je nog gewonnen van de... Nee. Van het weekend? Nee? Nee. Wat dan? Ja, verloren van Kagia. Met hoeveel? Oh, je moet nadenken. Ja. Dat is heel veel dus. Ja. Hij heeft het verdrongen. Hij heeft het goed verdrongen. Hé, hey, luister eens vriend. Valk heeft wel gewonnen, zag ik op de uitslag. Zo, eindelijk. Ja, je ziet echt... Bastiaan kijkt naar mijn blaadje. Oh ja, hebben ze gewonnen? Hoeveel dan? Ze hebben 3-0 gewonnen, staat op mijn blaadje. Nou, mooi toch? Ja, is heel mooi, gefeliciteerd. Tegen? Sportclub Monster. Oh, die is zeker ook laatst. Oké, mooi. En dan gaan je naar rechts. Barend Tensen, stel je even voor aan iedereen. Zeker, Barend Tensen, raadslid namens het CDA, sinds de zomer ook fractievoorzitter. Vandaag uitgenodigd, waarvoor dank nogmaals om te praten over vandalisme op de sportparken waar jullie allemaal voetballen. Ja, want jullie strijden ergens voor? Wij strijden ervoor, ja. Wij willen dat verminderen. Voor vandalisme? Oh, verminderen. Nou, eigenlijk tegen vandalisme. Ja, dat is een beetje de kern van wat we doen en dat is niet makkelijk. Ja. En dat duurt soms wat langer dan je wilt, maar het is voor ons heel belangrijk. Daar komen we zo op. Hou je van voetbal? Graag. Ik hou van voetbal. Ik heb jaren van gevoetbald eigenlijk. Bij Rijnsburgse Boys. Ja. Jammer. Ik zie daar wel een klassiek shirt hangen. Ja, absoluut. Wij hebben Rijnsburgse Boys altijd een beetje op en af komen. Het is niet, ene keer zijn ze met z'n drieën tegelijk en soms zijn ze er niet. Nou, dan vertegenwoordig ik ze vandaag. Ja, precies. Ja, inderdaad. David en Luc, leuk dat jullie er weer zijn. We gaan het even over jullie hebben eerst, want jullie hebben van de week meegedaan aan Zep Sport. Vertel jij Luc, hoe komt het zo? Ik mocht via een vriend meedoen die zijn vader had dat geregeld. Oké. En wat was de bedoeling, David, van dit programma? We moesten natuurlijk gewoon trainen met Tom Beugelsdijk. En daardoor moesten we tegen meisjes strijden. En waar is Tom bekend van? Rustdag. Rustdag. Ja. Ja, dat. Ja. Hey, en hoe is het verlopen? Goed, we hadden 3-1 gewonnen. Of 2-1. Of hoeveel? 4-1. 5-2. 5-1. Ja, ik had een afspraak gehad met Zepsport dat wij de uitslag niet bekend zouden maken. Maar ja, hey, boeien. Oh, ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, ben ik toch. Ik ging vroeger alleen hoe ging het. Ik vroeg alleen hoe ging het. Nee, je vroeg wel een beetje naar de uitslag. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Scherp. Maar het was leuk. Ja. Alleen, nee, ik ga dat niet vertellen. We hebben zelf een eigen item erover gemaakt. Met Michiel als presentator. En laten we ons even kijken naar onze eigen reportage van Zep Sport. Hallo, we zijn er bij Voetbalfits. Zep Sport is hier aan het filmen en wij lopen mee met David en Luc. Hallo Ron, wat heb je vandaag gedaan hier? Nou, we zijn hier voor een battle. Dat is de strijd tussen de jongens en de meisjes. En we hebben een meisjesteam en een jongensteam en die gaan tegen elkaar voetballen. Hey! Wat een enthousiasme. Hier hebben we David. Nou, gaan jullie winnen? Nee, ja. En ik ben nou wel eens heel benieuwd om te zien wie de beste is. Of dat nou de meiden zijn of de jongens. Hè? Je zou zeggen jongens, maar de meiden komen zo in op spraak nu. Hè? Europees kampioen, dus ik vind het wel heel erg spannend eigenlijk. En zijn jullie een beetje goed? Ik denk het wel, ja. Ja, gaan we. Wat een zelfvertrouwen. Hoe doen de meiden het hier? Ja, uitstekend. Ze hebben goed getraind, dus we zijn er klaar voor. En wat vind je van de jongens?
Geen idee, ik heb ze nog niet gezien. En wat vind je nou van het enthousiasme van de jongens? Dat zingen? Ja, dat is superleuk. Ze zijn heel enthousiast en ze gaan ervan uit dat ze winnen van die vrouw. Maar ik moet het eerlijk gezegd nog maar zien, want ik heb die vrouwen net gezien en dat is gewoon kwaliteit. Dit zijn de meiden en zij ben Jel. Wie zijn wij? Wat vind je van het dorp Katwijk? Ja, dat is mooi hier. Hè? Ik weet dat Dirk Kuijten vandaan komt en dat er ook zo'n stadion nagenoemd is. Dus dat is mooi. En bij de kust hier wonen, het is heerlijk. Ik vind het een fantastisch dorp, mooie duinen. Ja, ik denk als het zonnetje hier schijnt, dan kan ik me hier prima van maken. Hallo Britt, wat heb je met voetbal? Ik vind voetbal naast paardrijden de allerleukste sport die er is. Ik wou eigenlijk dat ik vroeger gewoon, dat ik mijn leven kon terugdraaien, dat ik op voetbal was gegaan. Wanneer ga je met pensioen? Over 13 jaar. Hoe is het om met Ron te werken? Met Ron is echt, ik vind Ron echt een van de leukste collega's die ik ooit tegen ben gekomen. En was Ron vroeger ook al je idool? Net als mij. Nee, ik weet niet. Ik ben niet even oud als Ron, maar we zijn volgens mij, nee, hij is eerder begonnen dan mij. Ja, ik denk dat wel, hij was altijd wel mijn idool inderdaad. En hoe oud ben je nu? Nou, 67 min 13, dat zal, ben ik 55. Dat geloof je zelf toch niet, hè? Nee, precies. Ik ben 25, dus doe nog even. Want ik hoorde dat Ron 25 is. En hoe oud ben jij? Ron is geen 25. Wat zei die? Ik zou als ik jou was niet geloven. Ik geloof hem wel, hoor. Het is mijn idool en hij vertelt de waarheid. Nou ja, als Ron 25 is, dan weet ik niet of ik het helemaal goed doe. Oké, dat was het. Ja, en zoals je ziet is dit de wedstrijd. Wij mogen zelf de uitslag niet bekendmaken. Maar dan moet je maar naar Zelfsport gaan kijken. Later! Dat heb je goed gedaan, jongens. Ja, dankjewel. Ja. Oh, mijn microfoon staat uit. Die zet ik even aan. Zo. Luc, je hebt gescoord. Hoeveel keer heb je gescoord? 2 keer volgens mij. 2 keer? Ja. Oké, vet. Wat gebaarden je daarbij dus voor? Doe je gebaren even voor. Doe even die camera. Je hebt echt zo'n mooi loopje. Doe het ongeveer. Hoe sta je met je handen? Wat doe je met je handen? Ik deed gewoon niets. Nee, deed gewoon niets. Gewoon dat. Okay, kijk, ja. Dat doe ik nu. Kijk. Ja, die zou ik. Hé, we gaan zo ver over verder. Want Michiel, hij heeft het wel goed gedaan. Jullie zitten altijd met je Michiel een beetje uit te lachen. Ja. Maar Michiel heeft wel goed gedaan, toch? Of niet? Daan? Kregen wij de kans dan? Michiel was als eerste die zich aanmeldde. Dat is waar. Dus wie eerst is, kan. Voor Michiel gesproken, wij moeten nog wel even de standen doornemen. Aaron, kom eens hier. Mag jij Michiel nadoen? En mag jij even de standen aan het publiek vertellen? Dan zeg jij net Michiel niet belachen. Zo, kijk. Oké, komt-ie, hè? Ja. Katwijk heeft 0-0 tegen IJsselmeer Meervogels gespeeld. Barendrecht heeft... Zit je hem nou goed te pesten? 4-5 tegen... Ik moest hem nadoen van jou. Je zit hem goed te pesten? Stop maar. Luc, doe jij het op jouw manier? Het is gewoon pesten. Of is het plagen? Plagen. Pesten is pas als je het altijd... Nou, we doen het altijd. Jij pesten. Pesten is altijd als we het altijd doen. We doen het altijd. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Plagen is als het af en toe gebeurt voor de gein. En pesten is echt dat het elke dag gebeurt. Dat degene het gewoon echt bewust doet. Dat is Jeffrey. Ja, bewust. Nee, ho, je kan ook onbewust pesten. Ja. Ik heb ook wat pesters gehad vroeger. En dan zeg je dat later, nu je volwassen zijn, heb je het erover. En dan hebben ze toch totaal geen idee dat ze je gepest hebben. Dus. Jij hebt nog niet. Van jou moest ik de standen doen. Op Michiel's manier. Dus toen zei hij tegen mij, nee, je niet pest. Oké, ik heb het een beetje geframed. Oké. Luc, jij mag. Moet ik opnieuw beginnen? Ja. Katwijk IJsselmeervogels 0-0. Barendrecht Rijnsburgse Boys 5-4. Voor Rijnsburgse Boys, ja, 4-5. Rijnvogels Nooddorp 4-0 voor Rijnvogels. Dovo Quick Boys 1-1. Sportclub Monster Valken 3-0 voor Valken. Nog een keer een applaus voor Valken. Ja.
ja. Hey, goed jongens. Jij ook bedankt, Aaron. Zet je een beetje gewoon in de... Ik zet jou te plagen. Nou, ik kom pesten. Hey, dat Sepsport... Goeie discussie hoor. Ja, zeker. Nou. Absoluut. Dat Sepsport. Ron Brandstede. Ik wist Ron niet dat... Bosser. Ron Bosser. Oh, Ron Brandstede. Weet jij nog wie Ron Brandstede is? Tuurlijk, de Honeymoon Quiz. Ja. Ja. Ja, nu verraad ik mijn leeftijd. Dus. Oh, ja. Hoe oud ben jij eigenlijk? 33. 33, ja, dezelfde leeftijd, precies. Ron Boshart, ik wist echt niet dat hij er nog was. Nee. Ja, nee. Hoe is hij het echt? Grappig. Ik vind het wel grappig. Ja? Is hij ook echt in het echt zo als dat hij op tv doet? Ik heb hem ook gewoon in het echt op straat gezien, maar ik denk het wel. Oké, maar hij was gewoon bij jullie gewoon hetzelfde als dat hij op tv is? Ja. Nice. En Britt Dekker? Nou, alsjeblieft. Oh, zij is zo dom. is echt... Hoe zij praat alleen maar. Want daar kan ik gewoon niet tegen. Ja. Ik ga het niet nadoen, maar... Het is wel een stukje in de video. Vraag Michiel alleen maar, is Ron ook jouw idool, net zoals die van mij? En ze gaf een antwoord dat totaal nergens over ging. Ja. Dus ze is wel een beetje... Ze heeft niet het beste idool. Of ze doet alsof. Wat zei je? Of ze doet alsof. Nou, denk je dat? Misschien is het wel anders. Ja, het is een act. Het zou best, ja. Ik sluit het niet uit. Heel vaak act. Jij denkt een act is? Ja. Ik weet toch zeker van niet, maar... Ja. Oké, okay, nou, we laten het midden. We zullen het nooit weten. Nee. Nou, iemand dom noemen is natuurlijk ook nog niet. Wat was de definitie van dat dom? Dat is pest, nou. Pesten. Oh, gaan we weer met de pest. Of is dat plagen? Ik vind het wel diepgaand. Dat is pesten. Ja. Hé, maar Barend. Barend, denk jij dat we hier alleen maar puur over zitten om over voetbal te praten? Dat had ik wel gedacht, ja. Maar ik ben blij verrast. Ja. Ja, zeker. Ja. Maar goed. Wie zal je toch achter zitten? Hey, luister, ik heb genoeg over zijn sport. Ik vond het super vet om jullie samen in het team te zien. Ik vond het ook leuk om te zien dat er ook een jongetje van Katwijk tussen zat. Oh. Ja? Nou, ik heb nog even iets toe te voegen. Oh. U vroeg eigenlijk alleen Bastiaan hoeveel hij zaterdag heeft gespeeld. Ja, dat is toch niet zo. Maar luister, ik geef jullie al een podium, want ik heb al zoveel aan jullie gevraagd. Wacht, ik heb een dame iets zeggen over. Nee, oké, David. Ik heb 3-0 gewonnen tegen Juventus. Juventus? Ik heb FIFA gespeeld. Ik had geen wedstrijd. Mooi. En Aaron met Ronaldo. Nee, ik moest tegen. Letterlijk, ja, we haalden er al. En Luc, heb jij nog gespeeld? Ik heb het hele weekend Fortnite gespeeld. Maar ik heb niet gewonnen. Oh. Heb je gewonnen Fortnite? Ja. Ik heb daar maar echt niet. Nee. Snap ik niet, maar... Voor mij kunnen we beter een... Fortnite fit. Kijk, hè. Er zit een jongen hier links echt constant te tetteren namelijk. Aaron. Ik en Daan hebben 10 minuten lang gespeeld in voetbal toen werd het afgelast. Waarom? En we hielden 0-0. Ja, weet ik dat. Dat moet onweren toch, Daan? Daan was supergoed. Hij scoorde bijna. 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 Ja, Daan. Ik liep echt op het doel al. En we gewoon... Maar ik wou hem afleggen. Nee, maar ik liep op het doel af en precies toen ik wou schieten dacht ik... aan de trainer zo van, nou, je moet eens een keer meer afleggen. Dat zou misschien nog wel goed uit kunnen pakken. Ja? Dus ik denk, nou dan leg ik hem af. Zat er precies weer een speler voor. Die paaste, of ik paaste hem in zijn voeten. Die tikte hem weer terug naar hun keeper. Ja? En het ging er alsnog bijna. En toen kwam er de onweer. Boef! Ja. Als je alleen ja, maar daarom moet je ook gewoon zelf kijken erin eigenlijk. Sorry, wat zei je, Barend? Als je alleen op het doel afgaat, heb ik al geleerd in al een jaar. Ik was ook aanvaller. Ja. Nooit denken, gewoon doen. Gewoon doen. Dat is vaak het beste. Ja, dat is mooi. Nee, dat als een tip. Van de man van de CDA. Ja. En voor jullie een mooie afsluiting. We gaan de volgende keer praten. Hey. Hey. Yeah. Ja, we zijn bij praatronde 2 en dan met één keer Guus naast ons. Waar zat je net dan? Achter. Waarom? Even kijken hoe dat achter de schermen loopt. Ja, en hoe gaat dat eigenlijk daar? Heel veel geschreeuw. Van wie? Roland. Vooral van Roland. Oh. Vorige week hadden we Dennis achter de knoppen. Ja, dat gaat helemaal fout. Ja, dat is ook fout gaan, want de helft van het geluid was niet opgenomen. En Dennis gaf Marnix de schuld. Maar uiteindelijk was het gewoon iedereen schuld, denk ik. Dat heb je weer te kutten. Ja, hey Guus, hoe is het met jou? Ja, goed. Voetbal je nog een beetje? Nou, ik, ja, nee. Je doet een poging tot? Nee, het is meer, wij krijgen geen wedstrijden van de KNVB. Hey, hoe doe je dat? Wij zijn elke keer 2 weken vrij. Of, oh.
Is dat omdat je vriendenteam hebt? Of? Nee, ja, ik weet niet wat het is. Oh, je is er eentje uit de competitie gezet. Dus toen hadden we geen wedstrijd. En de andere keer toen moesten we in één keer een bekerwedstrijd spelen. Dus toen hadden we ook geen wedstrijd meer. Ah, oké. Okay. Nou, wat is je laatste wedstrijd je gespeeld hebt? 5-2 gewonnen. Gefeliciteerd, jongens. Hey, we gaan nu wat inhoudelijk hebben over wat iets. Luister, vorige week hadden wij een uitzending met ontzettend veel mensen en veel jongeren. En we hadden het publiek van Quick Boys hier aan tafel. We hadden 20 man van het publiek van Quick Boys. En toen zij weg zijn gegaan zijn, is er iets gebeurd met deze tafel. Sander Koning! Oh. Jullie zitten meteen... En wat dat leeg nee, Sander had als je dat echt... nog één keer doet, mag je niet meer komen. Dus Sander, jammer dan. Sander had dat echt gedaan. Ik stond erbij. Oké, het is meteen duidelijk wie het dan gedaan heeft. Sander, ik weet niet of ik dat zo op die manier erin hou. Sander, maar jawel, luister. Jawel. Er waren meerdere mensen omheen. En ik weet niet wie dat waren. En... Jij was er ook bij? Oké. En jij was er ook bij? Nee, ik was er niet bij. Ik heb niks. Okay. Maar ik weet wel wat Leen heeft gezegd. Luister, ik heb het goed gemaakt. Jullie zijn samen met elkaar het voetbalfits team. Oh. Dus... Ja, ben je helemaal te net te gek. Ik was er niet bij. Aaron, begin jij alvast een beetje te doen. Ja, hier. Ja, even deze. Dus hier is wel goed. Aaron, even hier. Wil jij voorlezen zeggen, wat hier staat? Oh, ja. Dat komt allemaal door Sander Koning. Moeten wij het opruimen? Sander mag nooit moet het lezen. Ja. Kut Quick Boys. Ja. Maar wat staat er onder Sander? Op. Want wij waar schrijf goed schuren? Ja. Schuren. Ben je... Ja, doe je dat zelf. Nee, yep. Weet je wat staat hier? Ik was er nog eens bij toen het gebeurde. Dat komt volgende keer wel. Weet je wat we doen? Hier. Ja, daar staat ook allemaal dingen. Voetbal, fits. Aaron. Oh, daar staat nog een woordje die ik hier niet kan noemen. Luister, ik stel voor dat als deze uitzending voorbij is, dat we met z'n allen gaan schuren, dat dit weg is. Ja? Ja, maar ik wil het zeggen. Ja? Sorry. Sander mag hier niet meer komen. Nee, ja, dat kunnen we niet maken. Dat zei Leen. Hou je mond! Stop! Hij heeft zijn excuses al aangeboden aan mij en we geven mensen altijd een... derde kans. En misschien zelfs een vierde kans. Dus, luister. Hij gaat er weg. Dit gaan we later doen. Dan ben je de snitch. Je bent wel een beetje een snitch, hoor. Ja, maar ik wil even vertellen dat die van Leen hier niet meer mocht komen dan. Want dat heeft Leen in de groepschat gezegd. Sander heeft zijn excuses aangeboden. En dat hebben we geaccepteerd. Toch? Zo werkt het toch in de maatschappij? Zo werkt het in de samenleving, absoluut. Hoe vaak kan je iemand een kans geven? Nou, meer dan één keer zou ik zeggen. Maar op een gegeven moment zijn er ook grenzen, hoor, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, dit, ja... Ja. Ja, jammer dat we... Mild vergrijpen. We willen juist met elkaar kunnen zijn. Dan staat er kut Quick Boys. Ja, het sluit wel goed aan op het onderwerp. Ja. Barend, wat is het probleem bij Rijnsburgse Boys? Dat is eigenlijk een groot probleem. Met name afgelopen zomer kregen we heel veel berichten vanuit het bestuur van Rijnsburgse Boys. Dat er heel veel vandalisme op de Middelmors, in dit geval het sportpark van Rijnsburgse Boys, plaatsvindt. Dus er worden vernielingen eigenlijk gedaan. Er worden glasscherven aangetroffen. Sporen van bierblikjes, et cetera. Doelpalen met gaten erin. Zijn er ook foto's van? Lachgaspatronen. Wat zijn dat? Lachgaspatronen. Dat zijn lachgaspatronen. En wat doe je ermee dan, Cruus? Ballonnen maken. En die dan? Inhaleren. En wat voel je dan? Weet ik dat. Je weet het niet. Nee. Goed dat je het niet weet trouwens. Ja. Ik ben heel eerlijk dat ik het wel weet. Zeg jij dan. Weet het wel. Het gaat er een beetje zweverig word je ervan. Maar dan echt 30 seconden. Mm. Kijk, ik heb het ook wel eens een keer geprobeerd. Ja, maar niet op een sportpark? Of, Nee, niet op een sportpark. Nee, precies. Precies. En wat... Ja, dit inderdaad ook. Je hebt daar natuurlijk een kantine met een soort van afdakje. En dat is natuurlijk een heerlijke plaats voor, we denken, hangjongeren. Ja. Leeftijd, laten we zeggen, tieners misschien, richting de 20. Dat is niet helemaal duidelijk. Het is natuurlijk een ideale plek voor hen om daar een beetje lekker te gaan zitten en wat te drinken. Omdat dat waarschijnlijk op andere plekken niet kan. Het probleem is dat de kinderen en de kleine de sportertjes die de volgende dag moeten trainen en wedstrijden voetballen. Ja, die worden geconfronteerd 's ochtends met dit. Ja. En dat is natuurlijk waardeloos. Ik zag laatst een foto, regie. Wil je even foto met die opstapeling? Ja, Die wil ik wel eventjes nog even naar voren halen. Ja. Even kijken of we die kunnen vinden. Komen zo wel even op. Ja. Maar wat willen jullie eraan doen? Nou, we hebben dus eigenlijk samen met... Dit is hem inderdaad. Ja, hij zat op stoppermang. Ja, dus dan worden de bankjes dus op elkaar gestapeld, zodat er een soort van constructie ontstaat. Op het dak. Nou ja, het is inventief. Ja, dat moeten we dan maar even toegeven.
Maar goed, ja, je gaat natuurlijk niet op de daken van openbare voorzieningen lopen. Ik heb nog even één vraag tussendoor. Komen deze foto's uit 1970 of zijn het foto's van... Om ons te laten informeren, want als politieke partij laat je natuurlijk informeren door mensen, in dit geval door bestuursleden van Heemse Boys, zijn deze foto's ons toegestuurd en over de kwaliteit, ja, daar ga ik niet over. Ja, okay. Ik ontving ze zo, maar toen ik ze kreeg had ik wel hetzelfde hoor. Maar het maakt het wel wat extra dramatisch. Wat is jouw oplossing hiervoor? Dat is dus heel moeilijk. Zij hadden dus zelf een oplossing, hè, Rijnsburgse Boys, in dit geval. Ze hebben namelijk de kantine daarboven een stuk leegstaand pand eigenlijk. En daar wilden ze permanent, dus eigenlijk altijd, elke dag, iemand vestigen die daar dan zou gaan intrekken. En de controle die daarvan uitgaat, dus een beetje het schrik-effect voor die hangjongeren, dat zou dan voor moeten zorgen dat het niet meer, dat er niet meer zoveel vernield werd. Dus als ik goed begrijp, zou er iemand moeten wonen op het complex. Ja. Is dat mogelijk? Nou ja, dat is dus helaas niet mogelijk. Ze hebben toen contact gezocht met ons en ook met de ChristenUnie. Daar hebben we samen wat vragen opgesteld, want als je ontevreden bent in de gemeenteraad over iets, dan stel je vragen op en die stuur je naar het college toe. Maar zij hebben daar helaas negatief op geantwoord, dat het niet kan. Ze hadden al iemand bereid, waarschijnlijk om daar ook echt elke dag te gaan zitten. Maar veiligheidsredenen, bestemmingsplannen, dus gebouwen moeten even een bepaalde functie. En dat liep allemaal niet, dus dat kan helaas niet doorgaan. Dat is wat denk jij? Is dit de oplossing om iemand permanent te vestigen? Nou, niet per se permanent vestigen, maar ik denk wel dat het helpt als er een nachtwaker rondloopt langs het terrein. Ja, en zou dat dan, denk je Daan, zou dat dan elke dag moeten zijn of alleen weekenden? Ik denk dat het sowieso niet echt werkt. Oh, vertel. Want naar mijn gevoel denk ik dat de jongeren juist het spannend vinden om dan juist op die daken te gaan en daar gaan zitten. Hmm. Oh. Ja, maar dan worden ze weggestuurd. En na 5 keer weggestuurd, dan weten ze het ook weer dat ze dat niet kunnen doen. Ja, maar alsnog, zeg maar, dan blijven rondlopen totdat degene gewoon, weet ik veel... Dit is het verschil tussen permanent iemand, dus iemand die daar gewoon echt, al is het alleen 's avonds dat hij daar is, gewoon van 6 tot 6, dat hij daar aanwezig is, of iemand die om het half uur even komt kijken. Ja. Op het moment dat er iemand om het half uur komt kijken, dan is het inderdaad van, we gaan de randjes opzoeken. Ja, inderdaad. En als het permanent is, dan kan je niet helemaal opzoeken, want dat is constant. Ja. Het idee zou dan zijn dat het dan moet afschrikken. En ze hebben ook wel bij tourbeurt met de bestuursleden zijn ze gaan kijken. Ze hebben de gemeentelijke opsporingsambtenaren gevraagd om nog meer te gaan kijken, te controleren. Maar het mag gewoon niet baten. Zelfs nu het kouder is, met name in de weekenden, blijft het gewoon doorgaan. Ja, is dat bij meerdere We hebben in het goede vraag. We hebben in het proces wel meerdere van dit soort verhalen gehoord. Ook bij de Katwijkse voetbalclubs. Ja. Dus ons idee is nu, omdat het nu niet door kan gaan op deze manier, om wel gewoon aandacht te vragen. En binnenkort met de raad in ieder geval en het college om tafel te gaan zitten. Om ook andere clubs uit te nodigen en hen naar de ervaringen te vragen. Want waarschijnlijk is het denk ik een breder probleem in de gemeente. Ja. Aaron, zie jij bij jou op de club wel eens veel troep liggen als jij komt? Ik niet. Jij nee? Rijnvogels. Het gekke is, wij hebben ook een heel team achter Voetbalfit zitten. Dat is een team met volwassen mensen die daarna denken over de onderwerpen die wij hier bespreken ook. En de man die constant loopt te hameren op afval en troep, et cetera. Dat zijn je duimen. Oh, hamerduimen. Grappig hoor. Ik zit niet te pesten weer. Plagen. Of is het plagen? Nee, dit was plagen. Oh, dit was weer plagen. Oké. Okay. Maar die man is van de Rijnvogels. Die zit constant hamer op afval, et cetera. Maar zie jij bij jou... Weet je, dat komt dat Aron het niet ziet? Want dan? Omdat dat door vrijwilligers elke ochtend wordt opgeruimd. Kijk. Oh, kijk. Maar het wordt wel veel gestolen bij Rijnvogels. Maar dat is een ander verhaal waardoor dat komt. Wat? Oh? Nu ben ik wel heel benieuwd. Er zit iets in de buurt. Oh, maar als je een weekje visa laat staan, is die weg. Oké, duidelijk. Ook al zit je een week op slot. Een weekje visa. Ja, of 3 dagen of 2 dagen. Waarom zou je een weekje visa laten? Stop, daar ga ik niet over hebben, want ik heb mijn fiets een maand bij een station laten staan. Die is weg. Dus bij Quick Boys, bij Valken, hebben jullie daar een beetje last van of heb je daar totaal nog geen idee van? Nee, ik heb het niet echt opgemerkt. Staan jullie het hek open? Elke dag? Nee. Kan je altijd Valken op? Alleen op de trainingsdagen bijvoorbeeld.
na schooltijd, van de basisschool, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, dan is hij open. Dan is hij open en vrijdag niet, dan is hij dicht, maar en zondag is hij ook dicht. Dan kom ik terug bij jou, want volgens mij moesten alle velden open blijven. Precies, dat is een beetje het dilemma. Waarom? Hè? Waarom? Ja, nou goed, het is gewoon een openbare voorziening. Ik bedoel, scholen, sportdagen, et cetera. Mensen die niet leden eigenlijk, moeten er ook gewoon gebruik van kunnen maken. Dus ja, dat moet gewoon opengesteld worden. Altijd. Bedoel, het is gewoon van de gemeente. Je zou kunnen argumenteren van gooi het dicht en dan ben je klaar. Ja. Maar goed, zelfs dat helpt niet. Maar goed, alco zou je dat doen. Je hebt daar bij Rijnse Boys de vuilnisbelt. Er zijn allerlei zijwegen waarin ze toch naar binnen kunnen komen op onbewaakte tijdstippen. Maar, dus Aaron. Bij Valken is toch best een nieuwe buurt naast Valken. Dus daar zijn denk ik niet heel veel jongeren. Ja, dat kan, ja. Dat is wel een goed punt. De Middelmoors ligt heel erg afgelegen. Wat zeg je, Bastien? Het is wel echt vlakbij een woongebied. Ja. Maar dat is en nieuw. Dat is maar een jong gebied, hij bedoelt een jong gebied, zijn veel jonge kinderen, nog geen hangjongeren. Maar kijk, er zijn ook, je kan ook gewoon, naast het hek, is ook een hek. Maar daar kan je dan wel overheen klimmen. Ja, dat zegt Barend ook. Je kan overal altijd wel ergens komen. Jij zet constant je vinger op. Ja, dat doe ik inderdaad. Maar jullie zeggen net van de sportpark moet altijd open zijn. Maar, en s'nachts, want dan s'nachts gaan er sowieso van die jongeren zitten. Ja, hoe zit dat dan? Ja, via die zijwegen. Dus met name via de oude vuilnisbelt. Ik weet niet of je dat kent in Rijnsburg. Dan komen ze op het achterste veld, veld 5. En dan kunnen ze daar gewoon in de dugout gaan zitten. Glasscherf op de velden. Nou ja, toevallig... sorry, kijk even mijn cameraman aan. Mijn cameraman daarachter die is een keer gaan hangen een paar weken geleden. Dat was ook op Rijnsburgse Boysveld. En dat mocht. Ja, personeel kwam gewoon hallo zeggen. Want we zaten recht achter het personeelsgebied. Dus we zaten gewoon te praten met mensen die rookten. Dus vond het allemaal best. Ja, personeel was echt mensen van Rijnsburgse Boys. Dat je zeker weet? Ik denk het wel. Ze kwamen gewoon buiten lopen. En we hebben nog zelf bekers gekregen voor drinken. dat is echt een waar. Ik denk dat dit weer wat anders is. Ja, wat dan? Want het zitten op zich is het probleem niet. Ja. Maar wat er daarna aangetroffen wordt, dat is het probleem. Dus ik denk dat als jij als Rijnsburgse Boys daar een soort van positief mee omgaat, dat die jongens sowieso hebben van oké, we laten het netjes achter. Lieten jullie het netjes achter, daar cameraman? Daar zit het in. Lieten jullie het ook netjes achter? Ja. Oh. Nou, misschien is dat wel dan... Dus misschien dat het ook nog wel... kunnen zijn. Ja. Nee, maar even heel concreet. Als het niet lukt om te mogen verblijven op het terrein, hè, dus als je niet mag wonen daar. Wat zou dan de oplossing zijn? Wat is de volgende stap? Want ik neem aan dat je iets mee wil. Zeker. Nee, wij zijn hier constant mee bezig. En ook de andere partijen ook, hoor. We worden ook op aangesproken de andere partijen. Er is gewoon echt een gedeelde zorg in Katwijk. De antwoorden van het college op die vragen die wij dan gesteld hebben, was dat ze direct, of tenminste op korte termijn, om de tafel willen. Ja. En de discussie aan willen gaan met de verenigingen. Maar goed, dat duurt ons dan weer veel te lang. Nu is het wel zo dat in de gemeenteraad die soms heel lang moet wachten op dit soort zaken. Ja. En erg ongeduldig zijn. Precies. Misschien beveiligers 's nachts? Ja, nee, maar goed. Ja, maar je hebt ook met capaciteit te maken. Hè. Wat kunnen die opsporingsambtenaren? Ja. Wat kan de politie? Ja. Je moet daar gewoon eigenlijk integraal, dus dat je iedereen erbij betrekt, goed tot afspraken komen. Ja. En die discussie willen wij heel snel aangaan. Nu hebben we binnenkort algemene beschouwingen. Dan gaan we allemaal onze visie geven. Wat zijn dat allemaal? Algemene beschouwingen. Gaan we allemaal onze visie geven in de gemeenteraad. Alle partijen op hoe we het voor de komende jaren graag willen. En dan gaan wij veiligheid, een belangrijk thema, gewoon een basisthema voor het CDA, absoluut benadrukken. Ja, kijk. Zeker. En je laat deze uitzending natuurlijk ook zien aan ze. Absoluut. Uiteraard. Absoluut. Ja. David. Ik heb nog misschien een oplossing voor als dat gebeurt. Vertel. Gewoon beveiligingsmensen, die beveiligers dus. Ja. Die gewoon s'nachts komen, dat er een camera onder zijn. Ja. En als wat gebeurt, bijvoorbeeld ze laten het niet netjes achter, dat die via die camera's dan de mensen, de beveiligers inschakelen, dat die dan komen. Oh, dus niet beveiliging daar op het terrein zijn, maar beveiliging met camerabeveiliging. Zij kunnen... Ja, dan kunnen zij dan komen, krijgen een alarmmelding en dan kunnen we naar hem toe. Nou, politiek. Ik vind het een hele waardevolle. Kijk, die nemen we mee. Ik ben blij dat ik er ben. Precies. Hey, ik ga die afsluiten, anders duurt het lang. Wilt iemand nog hier nog wat zeggen? Wilt iemand nog iets kwijt hier? Mag alles zijn? Ik vond het gezellig, jongens. Ja.
Nou, ik vond het wel gezellig. Guus, vond je het ook weer leuk om even te zijn? Mooi. Barend, vond jij het leuk? Absoluut, ja. Nou, dan sluit ik hierbij af. Dit was Voetbalfits voor vandaag en tot een volgende keer.